Mijn naam is Annemarie Wegelaar en samen met andere onderzoekers deed ik dit jaar onderzoek naar verpleegkundige veerkracht in ziekenhuizen. Vandaag ben ik met Catharina van Oostveen, mede-onderzoeker van de Erasmus Universiteit, en vertellen we het verhaal over veerkracht in de dagelijkse praktijk. We weten dat verpleegkundigen een belangrijke bijdrage leveren aan goede patiëntenzorg. Toch gaan er soms in de dagelijkse praktijk dingen onverwacht anders als wat we van tevoren bedacht hadden. En dat vraagt om aanpassingsvermogen van die verpleegkundigen en het oplossen van die problemen. En dat noemen we ook wel veerkracht. Veerkracht kan zijn in personen, wanneer onverwachte dingen gebeuren en je mentaal en emotioneel wat moet doen om je weer gelukkig te voelen. Maar veerkracht kan ook ontstaan in teams en in organisaties. En veerkracht helpt dan om de dingen op een goede manier te organiseren. De zorg voor COVID-19 patiënten is een goed voorbeeld van hoe verpleegkundigen veerkracht hebben laten zien. Er kwamen patiënten binnen die we nog niet eerder gezien hadden, die soms in ene ontzettend benauwd waren, waar we geen richtlijnen, protocollen voor hadden. We moesten gaan werken in beschermende kleding, wat we daarvoor ook maar beperkt gedaan hadden. Steeds kwamen nieuwe stukjes informatie beschikbaar en die vroegen voortdurend om aanpassingsvermogen van de verpleegkundigen. Dat is wat veerkracht is, dat we ons aanpassen aan de nieuwe omstandigheden die zich voordoen. Dat slim zoeken naar nieuwe wegen wordt ook wel genoemd olifantenpaadjes maken. Olifantenpaadjes ontstaan als meerdere mensen afzonderlijk van elkaar een andere route kiezen als door de planoloog bedachte weg. Mensen gaan dan afzonderlijk van elkaar een weggetje lopen die voorkomt dat ze last hebben van een obstakel of iets in een systeem wat niet goed draait. Olifantenpaadjes worden gemaakt door de eerste olifant die er overheen gaat lopen, die de struiken plat trapt en laat zien dat er ook nog iets anders mogelijk is. We noemen dit ook wel rebels verpleegkundig leiderschap. En die rebellen laten zien dat het op een andere manier kan. In het systeem zijn er ook vaak oude olifanten die ons verleiden om weer terug te gaan op de oude weg. Met zinnen zoals, dat hebben we hier al geprobeerd en dat werkte niet. Daar krijg je geheid gedoe mee of het mag niet van het management. En toch zijn er mensen die een nieuw olifantenpaadje maken en laten zien dat het slimmer en efficiënter kan. In Met Verven zagen we dat verpleegkundigen best wel goed zijn in het vinden van olifantenpaadjes. Om obstakels of dagelijkse problemen die ze hebben op te lossen. Nou zou je je af kunnen vragen, is dat niet heel erg onveilig? Of slordig werken als we ons niet allemaal houden aan de gemaakte afspraken die vaak vastgelegd zijn in werkroutines of protocollen en richtlijnen? Maar in Met Verven zagen we eigenlijk dat dat niet zo is. Verpleegkundigen zijn prima in staat om zelf een afweging te maken wanneer ze routines moeten volgen en wanneer olifantenpaadjes een betere oplossing zijn. Catharina, wat heb jij ervan gezien in het Met Verven onderzoek over het vinden van olifantenpaadjes op onverwachte dingen die om veerkracht vragen? Ja, wat we hebben gezien in het Spaarne Gasthuis, daar hebben we de barcodescanning geobserveerd, is dat verpleegkundigen voor de dubbele medicatiecontrole soms olifantenpaadjes bedenken. Want die barcodescanning, dat lijkt natuurlijk ideaal, hè? Je scant het medicijn, je scant het polsbandje van de patiënt, je checkt dat, dat is je dubbele controle. Maar soms ligt die barcodescanning er ook wel eens uit. Dus dan kun je niet een dubbele controle doen en is er ook niet altijd een collega beschikbaar om die dubbele controle mee te doen. Dus wat verpleegkundigen dan deden, was dat ze de dubbele controle samen met de patiënt deden. En wat we ook wel zagen, was dat ze bijvoorbeeld 's nachts de patiënt niet wakker wilden maken om het polsbandje te scannen, was dat ze polsbandjes aan het bed vastmaakten of aan de infuuspaal naast het bed en op die manier wel die dubbele controle konden doen. Dus ja, dat toont toch wel veerkracht van verpleegkundigen die tegen een heel ad hoc probleem eigenlijk oplopen op zo'n afdeling en dat dan pragmatisch oplossen. Hey, dit is een mooi voorbeeld van hoe individuele verpleegkundigen eigenlijk olifantenpaadjes vinden om met dat vraagstuk van niet werkende software of een patiënt die graag wil rustig wil slapen oplossen. Maar heb je ook gezien dat er ook systemische olifantenpaadjes ontstaan? Ja, dat hebben we zeker gezien. Dat was wel heel leuk, want toen we met verpleegkundigen in gesprek gingen, bleek eigenlijk dat al die protocollen die wij maken rondom die medicatieuitgifte, die doen allemaal aannames op basis waarvan die dubbele controle plaats moet vinden. Maar in dat gesprek met die verpleegkundigen bleek eigenlijk dat zij heel goed zelf wel weten, of heel goed zelf een risico-inschatting kunnen maken wanneer die dubbele controle plaats moet vinden. Zo doen ze dat bijvoorbeeld bij onervaren verpleegkundigen.
of als er medicatie gewisseld moet worden. En niet per se bij alle hoogrisicomedicatie bijvoorbeeld. En een andere oplossing of een ander olifantenpaadje wat ze hadden bedacht, was dat ze bijvoorbeeld 's nachts geen medicatie meer deelden. Dat ze zoiets hadden van, joh, dan hebben we sowieso minder personeel en treden de meeste medicatiefouten op. Moeten we 's nachts gewoon niet meer doen. Ja, dus je ziet eigenlijk dat ze dan olifantenpaadjes in dagelijks werk vinden, maar soms ook olifantenpaadjes zoeken in het systeem om dan bijvoorbeeld te denken, nou, dan geven we geen medicijnen. Ja, ja. Een mooi voorbeeld van Catharina van eigenlijk het maken van olifantenpaadjes op twee niveaus. Eentje het niveau van de dagdagelijkse praktijk, waarin verpleegkundigen oplossingen vinden voor systemen, protocollen, dingen die niet helemaal werken zoals bedacht. Maar ook de mogelijkheid om van zo'n olifantenpaadje een olifantensnelweg te maken, door na te denken over hoe dingen systemisch moeten veranderen. Hoe we de organisatie anders kunnen maken. Hoe we verpleegkundigen helpen om zelf na te denken, om oplossingen te bedenken voor de risico's waar zij tegenaan lopen. En zij kunnen dat prima zelf. Verpleegkundigen dus de ruimte geven om te reflecteren en leren is ontzettend belangrijk. Niet alleen over de dingen die niet helemaal gaan zoals verwacht, maar ook om te leren van de goede voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Over het leren over goede voorbeelden in de dagelijkse praktijk gaan we in een van de volgende afleveringen verder.